Goedemorgen Bram, we staan hier op het plein. Jullie zijn hier met Groningers aangekomen. Hoe gaat het? Ja, best. We waren hier zo rond 6 uur en hebben het kamp opgebouwd. En zoals je ziet is het een bond schouwspel. En er zijn al diverse mensen die hebben zich ingeschreven als vluchteling. En niet van de mensen die bij ons met ons mee zijn gekomen. Die zijn hier werkelijk naartoe gekomen en hebben zich ingeschreven. Dus, je krijgt steun vanuit... Ja. Maar ook vanuit Groningen zijn er al mensen geweest. Okay. Dus, die hebben voor de rest andere bezigheden. Maar die hebben wel hun steun betuigd. Ja. En dat is wel hartverwarmend. En wat willen jullie overbrengen vandaag? Onze ellende. Dat spreekt zo'n centrum wel uit. We zijn gewoon vluchtelingen vanuit Groningen. Ik bedoel, er gebeurt voor ons helemaal niks daar. Er is niemand die wat voor ons doet. Nou, ik had net een discussie met meneer Sinoort van D66. En die meent dat hij alles weet van de gaswinningsdossier. En hij weet helemaal niks. Heel eenzijdig. Ja, wat bedoel je met eenzijdig? Hij weet het verhaal van Wiebes, hij weet het verhaal van Kampdeels. Maar hij weet niet het verhaal van de Groningen Bodembeweging of van de Groningen zelf die in de ellende zit. En hij roept wel, ja, ik heb familie in Groningen wonen, maar ja, dat zijn van die loze woorden, daar heb ik niet aan. Want, ja, voel je gesteund door de politiek? Of? Hey, ik heb hem net uitgelegd dat mijn vertrouwen in de politiek echt tot nul is gedaald hoor. En dat is bijna van links tot rechts. Ik bedoel, er is niemand die wat voor ons doet hier. Oké, hoe verwacht je hoop voor de toekomst? Zelf elke keer maar weer actie gevoerd en dingen bedenken om toch maar de druk op de ketel te houden. Want als we het van de politiek moeten hebben, dan is het afgelopen. Oké, nou heel veel succes. Dankjewel. Hey, bedankt.